Een initiatief van Kookeiland. Hoor ik jullie. Goedemiddag, welkom op de Kookeiland les in samenwerking met Maggi. En Maggi heeft daar een wedstrijdje rondgebouwd en een kookwedstrijd natuurlijk. En we hebben een winnaar. Dominique heeft dat gewonnen. Zie, hier is Dominique. Je krijgt dikke piepers. En Dominique heeft ook haar vrienden mogen uitnodigen. Dominique heeft de wedstrijd gewonnen met een eendje. Een eend met pastinaakpuree. Ja. En ik ga dat hier namaken in het bijzijn van gans Vlaanderen. Ik heb er een beetje mijn eigen toets aan gegeven, Dominique. Mocht dat even van u? Ik ben heel benieuwd. Je bent heel benieuwd. Voilà. Ik ga je straks een aperitief geven. Maar we gaan wat koken. Ik hoop dat iedereen alles klaar heeft. Dus we gaan eerst wat hapjes maken. En de hapjes zijn, dus eerst ga ik de bladerdeeghapjes maken met olijventapenade en tomatentapenade met een beetje parmezaan. Dus het bladerdeeg klaar op de bakplaat. Ik hoop dat iedereen dat klaar heeft. Ik weet nog uit de eerste les dat ik wat moest kalm aangaan. Zie, want ik ben nogal een snelle eigenlijk. We gaan dus een uitsteekvormpje. Voilà. En we gaan gewoon up rondjes maken van het bladerdeeg. Je ziet, ik ga dus altijd het papier gebruiken van het bladerdeeg die, waar het in opgerold is. Zodanig dat uw bladerdeeghapjes dus niet kleven aan de bakplaat. Goed. Zie je dit? Voilà. Dus u mag ook vragen stellen op de computer. Ik zal die proberen allemaal te beantwoorden. Voilà. Dus deze overschot kan u nu oftewel wegsmijden, oftewel zo samen doen en bewaren om later koekjes mee te bakken. Goed, we gaan die openleggen. Voilà. Ik ga die even zo beprikken in de midden. Zie, want daar gaat de tapenade op. En als je die niet beprikt, gaan die natuurlijk door de warmte gaan die opstijgen en gaan die tapenade daar afduwen. Voilà. Dat is gelijk een taart dat je bakt, hè, eigenlijk. Voilà. Dus ik vind nog altijd, als je een diner start, moet je toch ook een aperitief hapje hebben. Hè. Kijk, de gewone tapenade. Zo, juist een klein beetje insmeren. Ik hoor hier een vraag van Ann Driesens. Kan dit ook met filoudeeg? Dit kan niet met filoudeeg. Dus filoudeeg is zo een beetje een deegje die precies papier is. Dus die gaat niet opstijgen. Dus die gaat gewoon drogen in uw oven. Dus filoudeeg dient voor iets anders, maar niet voor dit. Goed? Wat je wel kunt met het filoudeeg, is het filoudeegje opvullen met die tapenade en frituren of zo. Dus Ann, ik hoop dat uw vraag goed beantwoord is. Ondertussen heb ik de tomatentapenade erop gelegd. En nu gaan we daar gewoon overal up een beetje parmezaanpoeder op doen. Huppakee. En dit gaat nu in de oven. Ja, laat ons zeggen dat dat een kwartiertje op 180 graden zal gaan. Dus eigenlijk, terwijl dat we straks onze dessert aan het maken zijn, gaat dat al klaar zijn. Goed. Ik hoop dat iedereen klaar is. Nog een keer goed naar de camera tonen. Zo. Maurice vraagt mij of dat de tapenade ook zelf te maken is. Natuurlijk is de tapenade zelf te maken. Dus tapenade zelf maken is eigenlijk gewoon olijven, kutteren met olijfolie, een beetje look erbij, je kunt er anchovies bij doen. Je kunt er eigenlijk naar smaak zelf maken. Je kunt er basilicum bij doen, je kunt er Italian mix kruiden bij doen. Je kunt er eigenlijk van alles bij doen. Gewoon mixen of kutteren
en zo bewaren. Natuurlijk, als je zwarte olijven mixt, je gaat er zodanig veel lucht in pompen dat dat een grijze tapenade zal zijn. Maar je zou het zien, als dat rust, wordt dat sanderdags, wordt dat weer gewoon zwart. Dat is die lucht die daarin zit. Tweede hapje. Ik weet niet of dat iedereen klaar is. Maar ik denk van wel. Kijk, ik had gevraagd om de radijsjes al op voorhand te kuisen. Je mag daar zelfs het steeltje en het worteltje aanlaten. Dat is geen enkel probleem. Trouwens, de blaadjes van de radijsjes kun je gewoon als gepeperde salade gebruiken. De blaadjes van de radijsjes zijn zeer lekker. Wat gaan we doen? Ik heb ook gevraagd om een notenmengeling klaar te zetten. Dus dat is hazelnootjes, walnoten, cashewnoten, amandelen, gewoon gemixt. En die gaan we helemaal droog aanbakken. Voilà, in een anti-kleefpan. Zo. Je zult zien, die gaan zo wat aanbakken. En die worden een klein beetje zwart. Natuurlijk niet keizwart, maar gewoon zwart. En dat gaat een hele goede smaak geven aan de zure room die we gaan maken nu. Zure room met basilicum. Voilà. Dus 2 deciliter had ik gezegd. Zure room. Voilà. We gaan nog een keer terug naar de bladerdeegjes, want Jacqueline vraagt of die bladerdeegjes ook toegeplooid mogen worden. En wel, Jacquelientje, ze mogen toegeplooid worden. Maar je moet dan wel goed zien dat je zo, kijk, ik ga dan een keer direct wat imiteren. Zie, als dit uw toegeplooid rondje is, dat je zo mooi met uw vorkje, zie dit, dat toe doet. Anders als de warmte daarin komt en die tapenade wordt keiheet, die wil daaruit en dat moet goed toegedaan worden. Goed, bij deze gaan we de basilicumcrème maken. Ik had daarbij gezet een 20-tal basilicumblaadjes. Voilà, ik heb hier mijn blaadjes klaar. We gaan die mooi snijden. Dus het snijwerk, ik zal het nog een keer tonen, uw mes goed vasthouden. Dan uw punt van uw mes mooi op uw plank, zodanig dat je zo mooi snijdt. Een snijbeweging maken. Niet met uw hand zo doen, want zo, dan gaat uw mes zo. Hè? Zie? Dus altijd, zie, kijk, met een arm, zo mooi bewegen. Dan de handjes zien dat uw 2 vingertjes achter uw 3 vingertjes zitten. Zie, zo. Zie, zo, kwak, 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 kwak. En dan... Versta je het nog altijd, Dominique? Ja, ja. De stille aan de overkant. Geboeid aan het kijken. Boeiend aan het kijken. Dat wil zeggen dat voor de kijker thuis ook boeiend zal zijn. Kijk, een basilicum erbij. Voilà. In het bekertje. Oké. Okay. Dan doen we daarbij een klein beetje frambozenazijn. Zo. Dus hier beslis je eigenlijk zelf hoe zuur dat wordt. Want dat, ja, dat mag wel wat pittig zijn. Ik ga daar een eetlepel water bij doen. Zie, zodanig dat dat wat vloeibaar wordt. Anders gaat dat schiften. Dat water gaat dat wat vloeibaar worden. En zo is dat mixbaar. Goed, kruiden, peper, zout. Alsjeblieft. En nu goed kijken. We gaan dus gewoon... Wacht, hé. Ondertussen gaan we een keer zien hoe dat hier met ons nootjes zit. Even wat warmer zetten. Dan de... Kijk, dus zie, ik ga dus mooi alle basiliek mooi in mijn mixer zetten. Zie dat die basiliek direct in dat mixerje komt en direct mixt. Dat gaat dan een mooie groene crème worden. Voilà. En we zijn er al. Dus hier zien dat je niet blijft mixen, anders ga je echt boter gaan maken. Dus in de zure room zit er vet. Hoe meer, dat is eigenlijk gelijk of dat ze zeggen in het West-Vlaams, kernen. Hoe meer dat beweegt, hoe meer dat boter wordt. Goed, dus het potje gaan we opvullen.
Dus er is iemand die vraagt, is er een alternatief als je geen olijven lust? Ik denk dat dat nog altijd over de feuilletekens gaat. Voilà, en die zien er eigenlijk goed uit. Zie je? Even. Dus je ziet dat je ze moet beprikken, anders gaat dat allemaal zo stijgen. Hè? Heb je het gezien, Dominique? Ja. Zie, zo een keer met je vinger ingaan, dat dat niet te veel... Hoppakee. Perfect. Dus als je geen olijven lust, ja, er zijn tegenwoordig tapenades van alles en nog wat. Artisjokken tapenade, courgette tapenade, aubergine tapenade, truffel tapenade. Dus je kunt eigenlijk van alles gebruiken of gewoon tomatjes erin leggen in je bladerdeegjes met een beetje anchovies. Je kunt daar eigenlijk opleggen wat je maar wil. Oké, dus we hebben de... radijsjes met de... Voilà, kijk. Anne Driessens vraagt of je ook een andere azijn mocht gebruiken. Anneke, natuurlijk mocht je een andere azijn gebruiken. Dus je weet van mij, een recept, dat is geen wetenschap. Hè. Dat is geen formule van algebra. Dat is geen wiskunde, want ik was de slechtste in wiskunde dat er bestaat. Je doet eigenlijk... Hier moet je een azijn gebruiken die wat smaak heeft. Dus sherryazijn kan, frambozenazijn kan, gewone witte wijnazijn, champagneazijn. Nu, hele gewone azijn voor de ruten te wassen, zo, dat zou ik niet doen. Versta je wat ik bedoel? Dus dat moet zo toch een klein beetje smaak hebben. Voilà. En als je dan toch dat niet in huis hebt, kun je dan toch gewoon een azijn gebruiken. Maar dan mix je wat framboosjes mee. Zie, dan zit die frambozen smaak er toch in. Kijk, de nootjes zijn bijna klaar. Zie, je ruikt dat natuurlijk niet, maar ik ga dat een keer aan Dominique. Zie, dat ruikt zo ietsje verbrand. Ja. Voilà. Wat gaan we nu doen? We gaan gewoon die nootjes op onze room strooien. Voilà. Dat is klaar. Up. Je kunt al beginnen aan een aperitief. En je radijsjes doe je dus gewoon zo. Hup. Voilà. Lekker. Ik ga dat hier nu... Wacht, hè. Ze spreken met de mond vol. Dat gaat niet zo. Maar ik ga dat al bij jullie zetten hier voor een aperitief. Dank u. Ik zie dat het nog water is. Maar straks wordt dat veranderd in dingen. Water veranderen in wijn. Goed. Dus we wachten nog even met de bladerdeegjes. Maar ondertussen gaan we het dessert klaarmaken. Dus je weet, als we zo een livestream kookles doen, dat ik eigenlijk begin met het dessert. Waarom? Dat staat dan klaar. Dus we gaan eerst het dessert klaarmaken. Ik hoop dat iedereen zich wat kan organiseren om dat dessert klaar te zetten. Mijne staat hier ook allemaal klaar. Dus, citroengras, gember, een limoen, 6 grammen gelatine, die ik ga weken. Voilà, waar is mijn water hier? Dus de gelatine moet altijd geweekt worden in koud water, nooit in warm water, nooit zeggen, ik ga dat in warm water doen, want dat gaat dan rapper gaan. Dat gaat niet rapper, dat gaat gewoon smelten in uw water. Goed, dus 6 grammen gelatine. En wat er nu belangrijk is, is dat we die roséwijn gaan inkoken. Dus ik ga nog een keer de titel herhalen. Dus een geleetje van roséwijn met rode vruchten en een koekje, gewoon een bladerdeegkoekje. Oké, voilà. Hopla. Dus we nemen een half liter roséwijn. Voilà. En ik heb aan mijn gasten beloofd dat ze een aperitief hapje krijgen, maar ook een drankje. Kijk, dus eigenlijk een dessert, als je volk vraagt, moet een dessert kunnen klaarstaan. En bij deze, je zult zien, je doet dat normaal gezien. Allee, ik doe dat nu allemaal in één, maar als je dat, als je bijvoorbeeld 10 mensen hebt thuis, kunnen die een dessert gerust een dag op voorhand maken. Dus alles wat ik nu ook ga doen, is voorbereiding. En dan op het einde zal ik tonen hoe je die afwerkt. De roséwijn staat klaar. Ik doe daar 100 grammen suiker bij.
Alsjeblieft. Dan gaan we daar een vanillestok bij doen. Zie dat die vanillestok zo wat mals is. Natuurlijk, het is een beetje te laat als ik het nu zeg, maar dat het mooi vers is, dat je die in twee kan snijden. Voilà. Zie daar het merg uit doen. Voilà. Merg eruit. Up. En zie, dat kookt al mooi in. We gaan daar ook een klein beetje citroengras bij doen. Dus citroengras, als je dat up kapot snijdt, dat ruikt overheerlijk. Dus een beetje citroengras erbij. Voilà. En dan gaan we daar ook een beetje gember bij doen. Ken de gember, Dominique? Ja, maar ik vind dat vrij straf van smaak. En wel, ik ging juist zeggen, je moet een beetje oppassen als je dat erbij doet. Zie, dat er niet te veel mannen in de buurt zijn, want dat is afrodisiak. Nee, maar dat is inderdaad straf, je hebt dat goed gezien. En daarom gaan we er niet te veel bij doen. Dus dat moet zo een goede gepeperde smaak hebben, maar niet te veel. Dus we schillen hem mooi, de gember. Voilà. Zie, en dan zo wat stukjes. Zie, laat ons zeggen, als je met vier bent, vier zo'n stukjes is genoeg. Natuurlijk gaan we dat straks door een zeefje jagen en gaan we die gember niet zo opeten. Want als je daar opeet, ja, dan heb je een probleem. Zeg. Goed, we laten dat verder inkoken. Ondertussen is onze gelatine aan het smelten. Dus je ziet, als je dat met gewoon koud water gedaan hebt, hoe mooi dat is. Dus nooit je gelatine laten meekoken, want je gelatine gaat kapot koken. Goed, we zijn er bijna voor het dessert. Dus je ziet, niet te moeilijk. Ik ga de bordjes voorbereiden. Dus als je nu thuis je bordjes voorbereidt, gaan we gewoon aardbeidjes, frambozen en blauwe besjes klaarleggen. Ik ga ook nog één velke bladerdeeg nemen. Lilian vraagt of je ook agar-agar. Dat is wel een zeer moeilijk woord voor mij, Lilian. Agar-agar. Kunt gebruiken. Je kunt ook agar-agar gebruiken en agar-agar, in tegenstelling tot gewone gelatine, moet koken. Ja? Anders gaat die werking niet ingaan. Natuurlijk weet ik niet hoeveel gram op dit gerechtje agar-agar het zou moeten zijn. Je zou moeten kijken op de verpakking, want soms staan die vergelijkingen daarop. Goed, oké. Dus nog een keer recapituleren. Hè? Zie, die roséwijn is goed aan het inkoken. Dat komt perfect in orde. Waar zijn mijn dingetjes hier nu? Hilda. Hoe is het, Hilda? Goed? Met mij ook. Formidabel. Hey, zo'n zondag waar er wat minder mag geslapen worden. Maar we zijn toch alive en kicken. Hey? En de cameraman Bernard ook. Hij heeft nu zo'n smile op zijn gezicht. Lilian, gember. Hoe lang bewaart gember? Een zeer, zeer, zeer goede vraag. Hoe lang? Hilda? Voilà. Maar ik zeg het nu. Hoe lang dat goed blijft? Dat gaat zeker 2, 3, 4 weken in uw koelkast zo goed blijven. Ja? Stel, want natuurlijk, hoe langer dat die blijft in de koelkast, hoe meer dat die opdroogt. Je kunt hem natuurlijk terug in een potje water leggen. En dan gaat hem weer water opslorpen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk de bedoeling niet. Maar als hem zo wat opgedroogd is, leg hem terug in water en hij gaat goed blijven. Natuurlijk, als je hem vers koopt, heeft hem natuurlijk ook de meeste smaak. Oké, goed. Punt 1. Onze roséwijn is bijna ingekookt. Kijk, ik ga nu mijn bordjes klaarmaken. Jacqueline vraagt of dat de hapjes niet uit de oven moeten. Merci, Jacqueline. Ja, maar ja, ze zijn bezig en ja,
Voilà. Jacqueline, jij hebt ze gered, hè, maat. Kijk er hier. Zie, voilà. Zie, hoe mooi dat ze zijn. Voilà. Zie, hoe mooi dat ze zijn. Maar je ziet even kapot prikken dat die tapenade mooi in de dingen blijft. Hè. Kijk, en ja, Dominique, jij hebt gewonnen, hè. Zij, en is het nog te vroeg misschien voor een aperitief? Ze durven nog niet. Ah, precies, hè. Jij hebt uw vriend mogen meebrengen, maar ze zijn wat beschaamd, hè. Nee, ze zijn goed geïnstrueerd op voorhand. Ah, hebben ze met zweepje... Zien en zwaaien, hè. Zien en zwaaien, hè. Kijk, hier is. Zie, maar zo hebben al uw aperitief. En ik hoop dat iedereen thuis ook samen kookt en samen aperitieft. Voilà. Kijk, het is hier bijna een bordje de man. Lekker, hè? Alsjeblieft. Alsjeblieft. We gaan verder met het dessert. Jacqueline, nog een keer bedankt. Hè, want het was hier bijna de mislukking van ons leven. Hè. Goed. Ik denk, net zoals Piet moet erop. Dat gaat toch niet, hè? Goed, kijk een keer hier. Dus de rosé is ingekookt. Voilà. We gaan daar de gelatine bij doen. Zo. Zie. Potteke. We gaan het geheel... Heb ik hier iets? Ik heb hier iets. We gaan dat gewoon door een zeefje doen. Voilà. Zo. En dit gaan we nu gewoon in de koelkast zetten. Zodanig dat tijdens het hoofdgerecht en het voorgerecht dat mooi kan afkoelen. Dat gaat zo een gelee zijn die zo wat zwabbert. Zo, hè. Goed, oké. Dit is gedaan. Lilian vraagt of dat de aperitiefhapjes koud, lauw of warm geserveerd worden. Lilian, dat is een zeer, zeer goede vraag. Want je kunt ze koud, lauw of warm serveren. Dus geen enkel probleem. Als je dat koud serveert, gaat dat al wat niet zo krokant zijn. Als je dat warm serveert, moet je oppassen dat je niet met een warme patat in je mond zit dan. Maar eigenlijk tussen de twee, lauw, mooi krokant, is eigenlijk ideaal. Oké. Dan gaan we onze vier bordjes klaarmaken. Voilà, dus aardbeikjes even spoelen zo onder water. Zie de aardbei nooit in water laten liggen, want dan gaat die water opslorpen en dat is niet meer zo lekker. Oké, dus aardbeidjes, zie je, hup, hup. Je snijdt een aardbei per persoon ongeveer. Zo'n grote. Mogen ook, ja, als het kleinere zijn, ietsje meer natuurlijk. Voilà, zo. En dat doe je dan in je bordje. Samen met de framboosjes, zo wat. Dus straks nog een keer goed recapituleren. Gaat hier de gelée over. Dus blauwe besjes. Mooi zo doen. Voilà. En voilà. Dus dit is allemaal klaar. Een keer proeven van de aardbeikjes. Zo zijn ze. En nu, dus als je je vier bordjes klaarstaan hebt, zet die langs de kant. Je gelée zit mooi in de frigo. Laat die mooi opstijven, dus perfect in orde. En nu gaan we nog juist de koekjes maken. Dus weer al een bladerdeegje. En we gaan die met een groter uitsteekvormpje dan daarnet. Voilà, uitsteken. Dus vier, met vier bladerdeegjes heb je genoeg. Maar voor alle veiligheid zou ik er toch wat meer bakken, want er zal wel eentje aanbakken of zo. Het team De Vos uit Dilbeek vraagt mij iets.
Welkom Team De Vos. Ik zie jullie zitten. Want jullie hebben verleden keer mooie foto's opgestuurd. Met van die maskers en van die, ja, van alles. Dus ik heb, om terug te komen op de gelée, ik heb dus de gember inderdaad uitgefilterd. Ook het vanillestokje heb ik eruit gefilterd. En het citroengras heb ik eruit gefilterd. Voilà. Dus bij deze Team De Vos, doe zo voort, hè. Nog wat schone foto's opzetten straks en komt in orde. Oké, goed. Dus we zetten weer een anti-kleefpan op. Voilà. We gaan die wat warmen. En eigenlijk gaan we nu gewoon onze bladerdeegjes bakken gelijk een pannenkoek. Alsjeblieft. Zo, hup. Zie, voilà. Zie, hier kunnen er juist 4 in mijn pan. Voilà. En we zijn er. Dan gaan we daarbij serveren straks een klein beetje munt. Voilà. We gaan die ook wat spoelen, dat die er mooi fris uitziet. Martien vraagt mij waarom dat je waarom ik de bladerdeegjes nu in de pan bak. En wel, Martien, ja, ik zal het een keer zeggen. Hé. Ten eerste om een keer iets anders te hebben en om te tonen dat je zo bladerdeeg gewoon als een pannenkoekje kunt bakken. Dus dat je dan een keer niet in de oven moet bakken. Dat gaat zo mooi krokant van buiten zijn, nog wat smeug van binnen. En zo heb je een keer iets anders. Goed, Martien! Zijn we content? Ja? En wel, ik ook. Hoe zit het met mijn aperitievers hier? Goed. Goed? Je moet radijzen ook eten. Nee, dat is gezond, hè? Niet al die... Oké. Dus, nog een keer recapituleren. De gelée staat in de koelkast op te stijven. Dus eigenlijk moet die tegen het dessert mooi klaar zijn. Dus dat die mooi opgesteven is. Dan gaan we het dessert bij het verder verloop mooi tonen hoe ik die afwerk. We gaan daar op het einde nog een klein beetje limoenrasp over doen. Voilà, zo. Ik ga dat al klaarzetten. De pannenkoekjes, zie je, die bakken mooi. Voilà. Zie je wat ik nu wou tonen? Dat we zo mooi van die pannenkoekjes krijgen die krokant van buiten zijn en eigenlijk mooi smeug van binnen. Oppassen met uw vuur dat niet te snel gaat, anders gaan ze aanbakken. Daarom heb ik ook gezegd, duwt er wat meer uit, zodanig dat die, zodanig als je eentje aanbrandt, dat die dan mooi, dat je het mooi kunt herdoen, hè. Ah, Maurice vraagt mij of je het bladerdeeg moet prikken in de pan. Kijk, ik ga een keer wat tonen, Maurice, want het gaat komen. Ze. Je moet dat niet prikken. Waarom? Omdat je hebt het mooi in de hand. In de oven heb je dat niet in de hand. Plus, ze mogen zo wat gezwollen zijn. Voilà, zie, en hup, je duwt er zo een keer op. Voilà. Voilà, zie, en je ziet, bij mij gebeurt het ook. Voilà. Maar, ik heb een nieuwke. Zie? Voilà. Zie, Maurice, als ze zo wat opblazen, ga je ze gewoon zo een duwke geven. En zijn ze klaar. Oké, bij deze gaan we de pannenkoekjes bebloemen. Voilà. Is dat bloem of bloemsuiker? Sorry, heel goed. Dus een rechtstreekse vraag hier van Dominique. Is dat bloem of is dat bloemsuiker? Dat is bloemsuiker. En die gaan we dan, voilà, zie, die zijn mooi gebakken. Die gaan we dan juist op het einde nog een keer heropwarmen. En dat is klaar. Voilà. Dus straks gaan we dat dessert nog een keer herafwerken. Voilà. Maar al uw mise en place is klaar. Goed? Dus ik zou zeggen, kuis uw plank af. Zie dat alles in orde staat. En het volgende dat we gaan doen,
is het hoofdgerecht, het hoofdgerecht van onze winnaar Dominique van de wedstrijd van Maggi. Formidabel, de eend met pastinaak. Tot z'effens. Een initiatief van Kookeiland. Hopelijk is het al gelukt het dessert vlekkeloos klaar te maken. Opgelet. Dit is het keukenmateriaal dat je moet klaarzetten om met het hoofdgerecht te kunnen starten. Zet ook alle ingrediënten klaar, zoals de chef vroeg in zijn briefing. Veel succes ermee. Mals, sappig en vetarm. Ik ben Donald Muilen. Al meer dan 30 jaar maak ik keukens alsof ze voor mezelf zouden zijn. Daarom kies ik alleen voor de beste kwaliteit. Eén voorbeeld. Voor de afwerking van onze kasten gebruik ik geen melamine, maar wel het zeer sterke laminaat. Met Dovi kies je voor een Belgische keuken op maat. Aan een heel scherpe prijs. Nu tijdens de opendeurdagen gratis vaatwas en gratis inductiekookplaat. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken. De Voslimmers! De favoriete mayonaise van de Belgen. Aan tafel! Met veel sausjes, veel plezier! Nieuw, uw lievelingsmayonaise in een reuze groot formaat. Geniet van heerlijk zacht water. Met Brita is dit eenvoudig. Minder kalk, chloor en andere verontreinigingen. Het verschil kunt u zien en proeven. Brita, uw eigen bron voor thuis. Zonder vet, hals en sappig.